ze wachten eigenlijk al een aantal weken op je. Er wordt ook vaak gezegd van we missen een type van Mieghem, een vleugelspits. Snoei heeft altijd vanaf de allereerste dag op de voorbereiding veel vertrouwen in jou uitgesproken. Wilde je er absoluut weer bij hebben. Ja. Het is nu weer aan jou. Het is aan mij inderdaad. Geen druk verder. Dus nee, ja, het is fijn dat er zo over je gesproken wordt. Maar goed, ja, ik zal straks als ik fit ben, zal ik het dan ook moeten bewijzen. Dus, maar goed, weet je, we moeten ook niet overdrijven. We hebben zoveel goede voetballers in de selectie. En, het is niet zo dat het van 1 of 2 of 3 jongens afhangt. Ja, we hebben meer jongens die een wedstrijd kunnen beslissen. Dus ja, het zal niet alleen van mij afhangen. Maar je zegt dat met een lach over druk. Het is toch wel dat jij dat ook van allerlei kanten voelt. Dat er positief over je wordt bericht, gesproken. En dat jij belangrijk gemaakt wordt door de trainer. En het dus ook moet laten zien in die eerste divisie om ja, kampioen te worden, te promoveren. Ja, misschien wel. Ja, natuurlijk, je krijgt af en toe wel wat berichtjes van supporters. En kom snel weer terug. En, goed, ja, dat is leuk. Het is vorig jaar ook wel eens anders geweest. Dus op zich is dat wel fijn. En, heel anders zelfs. Ja, heel anders inderdaad. Dus ja, wat dat betreft is dat ook wel een keer fijn. En, maar goed, weet je, het gaat niet om mij of zo of om andere jongens. Het gaat gewoon dat wij zo goed mogelijk gaan presteren. En, ja, je zal altijd te maken hebben met de jongens die wegvallen of die er weer terug bij komen. Dus we moeten het gewoon met z'n allen gaan doen volgend weekend. Een heel belangrijk weekend en ja, mooie uitdaging.